Klaas, wat zijn de doelstellingen dit seizoen? Overal proberen goed te zijn, maar tot nu toe is dat nog niet echt gelukt. Dus het kan alleen maar beteren, denk ik nu. En ik bouw gewoon verder aan mijn conditie. En ja, we moeten gewoon verder proberen die conditie omhoog te krikken. Als je mijn resultaten bekijkt de laatste weken, moet je er niet veel vragen bij stellen. Het is gewoon iets minder. Natuurlijk, het is allemaal zo simpel niet. Het is sport van de bovenste plank. En moest ik een ander sport gedaan hebben, ik ging nooit gemerkt hebben. Maar ik zeg, cyclocross is, moet je 100% in orde voor zijn. En dat was de afgelopen weken ietsje minder. En dat wordt zwaar afgestraft. Er is veel te doen over de opkomende jeugd, niet à la Wout van Aert. Voel je je daardoor bedreigd als 33-jarige veldrijder? Ah, zo, manneke. ja, het is gewoon zo. En dat is geen. Dat was voor het seizoen al. Wisten we voor het seizoen al dat dat zo ging zijn. Dat is nu eenmaal zo. We worden een jaartje ouder en de jeugd komt op. En dat is mooi voor de sport. Voor de spanning en voor iedereen. Dus ik kan het alleen maar toejuichen voor de sport. In 2007 won je de Druivencross. Waar plaats je die op jouw palmarès? Ja, dat was een van mijn eerste mooie overwinningen. Dus dat was wel iets speciaals. Ja, dat is gewoon een omloop waar dat alles in zit. Je hebt de klimmen, je hebt de steil en spectaculaire afdalingen. Meestal is er wat modder mee gemoeid. Dus kortom, gewoon pure cyclocross en daar hou ik van. Met welke ambitie trek je er dit jaar naartoe? Ja, zoals altijd mijn uiterste best proberen te doen, 100% ervoor gaan. En, vorig jaar was ik er terug heel kort bij in de spurt met Tom Meeuwsen, die ik dan net tekort kwam. Je bent dan de hele tijd in het veld rijden. Hoe blik jij terug op jouw afgelegde parcours? Is dat tevreden of toch niet? Ja, ik denk dat ik wel zeker meer dan tevreden kan zijn. Al tweemaal de Belgische titel veroverd, toch al enkele heel mooie overwinningen. Ik ben geen veelwinnaar, ik ben geen Sven Nys of geen Wout van Aert, dat weet ik zelf genoeg ook. Ik kan niet iedere week meedoen voor de overwinning, maar ik heb toch al een heel mooie weg afgelegd. Van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, en dat is dan mij wel al heel tevreden. Dus ik heb er al maximum uitgehaald en dat is gewoon een droom die werkelijkheid geworden is.